Na afloop van deze wedstrijd, de man of the match, Olivier Pilon. Ja, nou ja, dat is leuk. Ja. Dat is inderdaad leuk en het begon verrassend snel. Ja, klopt. Ik denk dat we heel goed uit het startblok komen. We hadden gezegd eerst 5 tot 10 minuten meteen pressie en dat pakt goed uit. En dat doe je twee keer, vanaf minuut 1 en daarna vanaf minuut 45 weer, tweede helft. Alleen, daar komen we denk ik zo meteen nog op terug. Daarna verslappen en dat mag ons niet overkomen. Vond je het onverwacht zoveel ruimte als jullie kregen? Want ja, elke tegenstander weet dat jullie met z'n tweeën natuurlijk op snelheid behoorlijk aan elkaar gewaagd zijn. En van alles en nog wat uithalen. Maar ja, je kreeg wel alle ruimte, hè? Nou ja, ik denk bij Vlagen trek je het goed open. Als ze niet komen, dan staan onze backs helemaal vrij. Dus ik denk dat hun een keuze moeten maken. Dus nou ja, nu gingen hun gelukkig wat verder hoger op. En dan creëer je inderdaad ruimtes achter een verdediging. Ik denk dat je, doordat je meteen op voorsprong komt, dat daardoor die ruimtes groter worden. Want dan willen hun toch onbewust, willen ze meteen wat verder vooruit lopen. Dus dat was in ons voordeel. Maar dan moeten we er denk ik nog meer uithalen. Zowel eerste helft, maar vooral ook tweede helft. Als ik goed heb geteld, 3 doelpunten? Nee, 2. 2, zie je? Dan had ik toch wel gelijk. Ik had mijn twijfel, want mijn mede-commentator die dacht aan 3 doelpunten. Maar die tweede met name, daar moet je van genoten hebben, of niet? Nee, de assist op Benjamin. Oh, nou ja, dat was denk ik wel een van de belangrijkste. Want je komt goed 2-0 voor. En vervolgens zakt het dus in, maken die 2-1. En dan is die 3-1 is denk ik cruciaal dat je vanuit de rust gelijk een goed start. Ik kreeg de bal op links. Ik zoek mijn man op en ik kap hem uit. En Benna die hield goed de 16 aan. Die kon zo opendraaien. Een mooi goal. Het was eigenlijk uitkappen en slepen tegelijk. Ja, ik denk dat die verdediger twijfelde omdat ik natuurlijk rechtsbenig ben. Die dacht hij waarschijnlijk dat ik naar binnen ging. Dus ik denk ik sleep hem links er langs. En Benna die houdt goed het overzicht en die schiet hem heel mooi binnen. Dus dat is mooi. Bij 5-1 dan denk je al heel gauw aan 8-1. Dat gevoel had ik. En toen ging het opeens even een beetje mis, hè? Ja, dat klopt. Ja, dat mag als gewoon simpelweg niet gebeuren. Dan moet je scherp blijven. Tuurlijk is het warm. Maar ja, dan moet je juist het balletje rond laten gaan. En dan moet je er juist van gaan genieten. En juist druk blijven zetten. En ik denk dat we dat als team niet goed deden. En ja, dan maak je er eigenlijk nog een beetje een half-half wedstrijd van. Want anders kan je gewoon uitlopen, inderdaad, wat je zegt. Over genieten gesproken, je begint er langzaam maar zeker van te genieten en je voelt je steeds meer thuis bij het spelletje van DVS. Heb ik het idee? Ja, klopt. Dat zie je denk ik goed. Het is natuurlijk even wennen. Ik heb jarenlang 4-3 gespeeld en dan als linksbuiten of als spits. En nu speel je in een 4-4-2 opstelling met de nummer 10. En de eerste week was het even wennen, ook in de competitie nog. Maar ik denk dat we er steeds beter op elkaar ingespeeld raken met Benjamin, met Daniel en Maurice natuurlijk ook als hij fit is. En ik denk dat daar wel swing in zit. 15 doelpunten in 2 wedstrijden. Ik zou zo zeggen, Olivier, ga met het team zo door, hè? Ja, dat is zeker de bedoeling. Oké, bedankt. Yes, graag gedaan. Ja.